dat? Nou, net als in die reclame. Als er een pakketje wordt afgeleverd, dan gilt eerst die vrouw en daarna de bezorger. Zet hem breek weer op! Rap! Welke reclame? Ik vlak gewoon van je kop! Wat moet je? Hier tekenen. Dood. Ja! Wat is er? Ik schrok weer van je kop. Ik heb altijd een raar gevoel in mijn been. Gewoon kraam, misselijk, ik ben moe. Misschien is het beter als ik gewoon me ziek meld. Misschien bent u wel zwanger. Wat zei je? Misschien ben jij zwanger, hè? Huh? Huh? Wat, heeft je vader een keer liefde bedrijf met een nijlpaard en jij bent eruit gekomen? Jo. Doe maar een chicken crisp menu en een appelsap graag. Kan niet zwanger zijn. Weet je, ik ben toch laatst aan de dokter geweest voor controles. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we maar eens eventjes kijken. Huh? Zo. Even kijken. Zo. Ai. Gaat het nog een beetje? Alles goed? Alles goed? Laat me even denken. Ik lig hier op de tocht. Terwijl een oude vieze man in mij loopt te gluren. Ja hoor, alles is picobello. Ja. Wat denk je zelf? Nou, dan neem ik nu eventjes de eendebek erbij. Wat neem je erbij? De eendebek. Ja joh, stop anders gewoon een nijlpaard erin. Jo. Nou, het kan misschien een klein beetje koud aanvoelen, hè? Hallo, witte man. Waar was hij altijd? Ik ga een beetje naar links, ga een beetje... lekker draai. Ja, wel hoor, maar het niet. Nou, dan gaan we nu alleen nog eventjes het uitstraakje maken. Kom maar. Hey, Treetje. Volgende keer stond die kwep met jezelf, you. In de bek. Misschien ben ik toch zwanger, hè? Beter ga ik mezelf testen, want je weet maar nooit, hè. Want je hoort vaak van die verhalen van TLC, hè. Die mensen, die pijn wordt alleen maar erger en opeens worden ze wakker baby in de toilet. Wie kan die vader wezen? Misschien die jongen in die club. Ben jij de vader van mijn kind? Hè? Ben jij de vader van mijn kind? Denk het niet. Oh, dus je wil de vader van mijn kind niet weten? Huh? Geen kinderboeken voorlezen en van doorgeven? Je bent een work bitch. Ik weet het. Ik weet wie de vader is. Het is John Williams. John Williams is de vader van de kind. Jawel, hij is een keer stiekem in mijn slaapkamer geweest en hij heeft me aangerand. John Williams, hij is de vader. Ik zweer het, bel Albert Berlinske van de SBS Boulevard. Zeg dat ze moeten komen. John Williams wordt vader. En ik noem die kind, ik noem hem Johnesca. Dus. Momentje. Schijf. Judeska krijgt een kind van John Williams. Wat krijg ik nou mijn eten? Dus het is van John Williams. Wat? No, you. Die kind is niet van John Williams. Het is van de spaghetti bolognese. Krijg je nou mijn appelsap? Is het vers? Het is vers. Het is net geperst. Lekker, hè?